Ik ben weer terug in mijn oude kamer. Het was geweldig weer vandaag, dus Roos en ik hadden het dakje van de auto opengegooid en waren gezellig even een koffietje gaan halen. Oké, en heel misschien ook een patatje. Maar omdat ik tegenwoordig zoveel verticale video's maak, was ik echt dringend op zoek naar een nieuw plaatje voor mijn camera, zodat ik makkelijk mijn camera rechtop op een statief kon zetten. Zoals je hier ziet, ik kon het niet echt op een andere manier laten zien. Ik heb ook nog een groter SD-kaartje gekocht en laten we het alsjeblieft niet hebben over de prijs. We waren ook nog even langs mijn moeder gegaan, omdat we toch in de buurt waren en zo sta je dan ineens weer in je oude kamertje. Heel raar dat dan nog mijn bed er staat en een paar losse spulletjes. Dit is hoe het er dus nu uitziet. Het is een soort strijk, zonnebank, opslagzolder geworden. Meer niet. We bleven ook nog even eten bij mijn moeder en thuis sloot ik de dag af met het editen van wat video's.